moet het dus over 4 dagen opnemen tegen Nigeria. Mozambique logischerwijze tegen Egypte. Oh, wat doet Rafael daar? Ja, het was spectaculair wat hij deed. En zelfs gevaarlijk voor de nek. Jongens, jongens, hij kon de bal oprapen. En dan doet hij het op deze manier. Ja, van een overtreding was zeker geen sprake. Maar het is een eik. Kijk, hier kan hij rustig oprapen. En dan gaat hij volledig over de kop. En heeft hij geluk dat Kuku het niet snel genoeg door had.